vaten, hier achter mij, wordt er eten gemaakt. Geen pannenkoekendees, geen confituur, geen yoghurt, maar wel eiwitten. En die eiwitten die worden gemaakt door microben. Maar nog niet erop wegklikken, want het is echt niet zo vies als dat klinkt. Die microben die we produceren in deze bioreactor, die eten we niet op. Wel de eiwitten die ze produceren. Want die eiwitten die smaken naar kip, kaas of biefstuk. Dit is Wim Soetaert. Wim is bio-ingenieur aan de Universiteit van Gent en de BioBase Europe Pilot Plant. En hier maakt Wim nieuwe soorten eten. Er is stilaan een serieus probleem met ons klassieke groente, patatten, vlees eten. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen en beantwoorden vandaag de vraag: waarom kweek je beter microben in plaats van dieren? Vandaag produceren we ons voedsel via de landbouw, via de gewassen op de velden en met dieren die we kweken. Maar die landbouw die legt een enorm beslag op deze wereld. Een derde van de grond wordt vandaag gebruikt om gewassen te verbouwen. En veruit het grootste deel van het drinkbaar water wordt gebruikt voor de landbouw. En het is vooral de veeteelt die de aarde zwaar belast. Mochten alle mensen vegetariërs zijn, zou het veel beter gaan met de aarde. Maar ja, ik ben nog niet overtuigd of het wel echt voor mij is weggelegd, want vlees is echt heel lekker. En dus voorlopig lukt het mij niet om vegetariër te worden. Maar Wim, die gaat mij daarbij helpen. Een van de alternatieven die zitten in dit vat. In dit vat kweken we microben. En die microben die produceren eetbare eiwitten. En die eiwitten die gaan ervoor zorgen dat ons voedsel lekker, voedzaam en betaalbaar blijft. En we zijn op dit ogenblik daar zeer grote vooruitgang aan het boeken. Kaas konden we tot voor kort alleen maar maken uit melk, afkomstig van koeien. Maar vandaag kunnen we kaas maken met behulp van microben die precies dezelfde kaassmaak en textuur heeft als kaas afkomstig van melk. En binnenkort maken we ook eiwitten met dezelfde smaak en textuur van vlees, met behulp van zo'n vat vol microben. Kortom, we gaan dieren vervangen door microben als productiemiddel. Wow, klinkt spectaculair, maar klinkt tegelijkertijd ook een beetje als fabriekseten. En eerlijk gezegd, welke eiwitten erin zitten, kan mij niet veel schelen. Ik wil gewoon lekkere kaas, lekker eten, gezond liefst ook. En des te beter als het ook duurzaam is. Maar fabriekseten klinkt niet echt lekker. Kaas of vlees gemaakt door microben in een fabriek. Dat klinkt misschien wat raar, maar dat is niet zo ongewoon als het lijkt. Iedereen eet eigenlijk al heel lang microben in doodgewone levensmiddelen zoals brood, kaas, salami, zuurkool, bier, wijn enzovoort. Wat er nu nieuw is, is dat we die microben nu ook kunnen gaan gebruiken om dierlijke eiwitten te gaan produceren. Eiwitten die perfect identiek zijn aan de eiwitten uit kaas of vlees, maar zonder dat er een dier aan te pas komt. Wow, hoe werkt dat dan precies? Want dat klinkt allemaal nog moeilijk om te geloven eigenlijk. In onze bioreactoren kweken we een bepaald soort micro-organismen. Dat kunnen bacteriën, gisten of schimmels zijn. Gisten zoals Pichia of Saccharomyces of schimmels zoals Fusarium of Rhizopus. Die micro-organismen die zijn heel klein en ze groeien heel snel, maar het zijn er heel veel. Die micro-organismen die groeien we op een fermentatievloeistof. Dat is gewoon water met wat suiker en andere voedingsstoffen erin. En in die fermentatievloeistof groeien die microben en die scheiden die eiwitten uit. En dat proces dat heten we fermentatie, het gebruik van micro-organismen om iets nuttigs te produceren. En wij zijn vooral geïnteresseerd in die eiwitten. Na de fermentatie bevat de fermentatievloeistof die micro-organismen en de eiwitten. Die eiwitten die kunnen we eruit filtreren en opzuiveren. En dan krijg je dit poeder. Dit is microbeel eiwit en we kunnen het elke smaak geven wat je maar wil. Oké, ik begrijp. We moeten minder vlees eten om de planeet te redden. Maar waarom willen we per se nepkaas of nepvlees maken? Kunnen we niet gewoon wat meer groenteburgers, peulvruchten en fruit eten? In principe wel en steeds meer mensen schakelen geleidelijk over naar een meer vegetarische levensstijl. Maar veel mensen zijn ook gehecht aan dierlijk voedsel. Een lekkere biefstuk, een goed stukje kaas, een hardgekookt eitje. En dus proberen we die dierlijke producten na te maken. En tot voor kort waren bepaalde producten zoals kaas gewoon niet na te maken met behulp van planten.
Vroeger werd kaas gemaakt met behulp van stremsel. Stremsel dat afkomstig was uit de maag van geslachte kalveren. Maar 20 jaar geleden werd er een nieuwe techniek ontwikkeld om dat stremsel te produceren met behulp van microben. En dat was veel goedkoper en duurzamer dan stremsel uit kalvermagen. Maar we hadden nog altijd koeienmelk nodig om kaas te maken en dat is nu ook aan het veranderen. Vandaag kunnen we met behulp van microben de eiwitten van melk maken en daarmee kunnen we kaas maken in alle variëteiten die we nu hebben. Oké, nog één vraagje. Die microben maken identiek dezelfde eiwitten, zei je daarnet. Exact dezelfde als degene die in mijn biefstuk zitten. Hoezo? Uit deze bioreactor komt er uiteraard geen kant-en-klare kaas of biefstuk. Maar de eiwitten zijn wel precies hetzelfde als het dierlijke origineel. Dit is wat deze techniek zo vernieuwend maakt. We noemen het precisiefermentatie. En hoe doen we dat dan? We steken in die micro-organismen een stukje DNA van een dier. En dat DNA zorgt er dan voor dat die micro-organismen precies hetzelfde eiwit produceren als het dier. En voor de vegetariërs onder ons, daarvoor hebben we geen enkel dier moeten doden, want dat DNA kan je bijvoorbeeld ook isoleren uit het speeksel van een dier. En voor wie moeite heeft met genetisch gemodificeerde micro-organismen, die micro-organismen die zijn volkomen ongevaarlijk en ze blijven ook in de fabriek. En na het fermentatieproces doden we die micro-organismen en dan filtreren we die eiwitten uit de fermentatievloeistof. En het zijn enkel die eiwitten die we opeten en niet de micro-organismen. Oh, wow, dat is dan toch niet zo veggie? Want oké, ze zijn klein, die microben, maar toch? Zijn bacteriën geen kleine beestjes? Wel ja, wij exploiteren die microben, dat is zeker waar. En op het einde doen we ze zelfs allemaal dood. Maar het is geen enkel probleem, want ze voelen toch niks. Micro-organismen hebben geen zenuwstelsel. Het is een beetje zoals met planten, die eten we zelfs levend op. Er is dus geen enkel ethisch probleem. Dus dan hebben we die eiwitten, maar dat is nu nog gewoon een poedertje, dus die eten we niet zo op, toch? Nee, met die eiwitten maken we iets zoals kaas, worst, hamburger, noem maar op. En met deze eiwitten kan je ook de echte vleessmaak maken. We kunnen er een eiwit in steken dat dezelfde geur en kleur heeft als bloed. En als je dat dan bakt, dan krijg je de typische gebraden vleesgeur. We kunnen het alles maken en geuren geven die je maar wil. Maar een stick met een been eraan, ja, dat gaan we natuurlijk nooit kunnen. Maar misschien moet je het ook niet beschouwen als een vleesvervanger, maar als iets nieuws. Dat daar op je bord naast je aardappelen en je groenten ligt. Iets met een eigen structuur en smaak als het maar lekker en voedzaam is. Vond jij deze video ook zo interessant? Liken en delen maar, zou ik zeggen. En wil je nog meer weten over eten? Dan heb ik hier nog een playlist voor jou klaargezet. Salut!